Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 1 maart, Nationale Complimentendag. Oké, we gaan het elke dag doen. Ja. Elke dag krijg je een compliment. En de Mindset Les gaat ook over compliment geven. Ze zijn stil. Oké, luister. Als ik letterlijk stof heb gezogen, dan ben ik letterlijk stof op de grond aan het zuigen. Dat ik denk, hé, je hebt de maten goed gemaakt. Maar wat voor compliment zou ik dan TJ willen geven nu eigenlijk? Schrijf dat compliment eens op. Is het een goed idee om peuters complimenten te geven door te zeggen dat ze slim zijn? Gefeliciteerd, je hebt een slim certificaat. Alsjeblieft, slim! Neem je mee naar huis, laat het ondertekenen door de directie, dan is het vast veel waard. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag 1 maart, Nationale Complimentendag. Vandaag een hele drukke planning, echt heel druk. Dat komt omdat we ineens Engels hebben. En op zich is dat leuk en fijn, want ik heb een uurtje buiten de klas, maar ik had mijn rooster al gemaakt. Dus dat is top. Die komt om 9:30, dus ik moet even kijken hoe we dit allemaal gaan passen en meten. In ieder geval gaan ze deze ochtend een kaartje trekken. En dat kaartje gaan ze dan een compliment voor schrijven en die leven ze in op de tafel van diegene. Lief, hè? We hebben vandaag een mindsetles. En er zijn kinderen die weggaan vanwege middelbare school, dus ja, programma en dan maar smiddagstaaktijd. Moet je kijken hoe vol mijn programma is. Niet normaal. Ik heb spelling, rekenen, Engels, taal en mindset. Lekker. Hardcore? Oh. Dus jij gaat vanmiddag, heb jij PDF's nodig? Gewoon boeks. Voor wat? Taaktijd. Nee, dan moet ze al die vakken afkrijgen. Oh. Cool. Weet je wat zo leuk is? Dat je computer niet werkt. Hey. Maar wat deed jij eraan? Ja, warm maken. Nou, het lokaal. Kijk, doe de deur dicht. Dan blijft de warmte hier. Of ik doe de theekoker aan. Misschien en dan onder. Ja, nee, even serieus? Ga het doen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Warm maken. Omdat het dus koud is, moet het dus warm worden gemaakt, zodat het überhaupt hier de elektriciteit het gaat doen. Het is inmiddels 8:02 en dat ding doet het nog steeds niet. Maar goed, dan maar mijn handschrift op het bord. Ik weet het, het is niet heel mooi en ik kan ook anders schrijven, maar ik moet het snel doen. In ieder geval schrijf ze complimenten op en ja, als het bord het echt niet doet, dan moeten we kijken naar oplossingen. Hoe vond je het om een compliment te ontvangen? Wie wil daar iets over zeggen? Vond je het moeilijk om een compliment te schrijven? Ja, een beetje. Wie vond het ook? Wie vindt het moeilijk om een compliment te geven? En is dat omdat het iemand is waar je normaal gesproken niet mee omgaat? Of vind je het überhaupt moeilijk om een compliment te geven? Ik vind het gewoon überhaupt moeilijk. Überhaupt moeilijk, oké. Wie zegt het ligt eraan wie ik een compliment moet geven? Oké, we gaan het elke dag doen. Ja. Elke dag krijg je een compliment en de Mindset Les gaat ook over compliment geven. En ik zie echt wel, bepaalde compliment gaat echt over wat iemand heeft gedaan. Echt specifiek, echt gericht op die persoon. Als je zegt je bent lief, daar komen we straks op met de mindset. Dat kan averechts werken. Dat kan de andere kant op gaan. En dat ga ik, ja, dat ga ik je later uitleggen met een mindset. Als je zulke complimenten geeft, dan doet dat misschien soms niet zoveel. Of het werkt juist de andere kant op. En dat ga je straks wel ontdekken. Maten omrekenen, jongens. Maar niet alleen de gewone maten, maar ook de kubieken erbij. Jullie krijgen zo
de kleurtjes. En die ga ik helemaal door elkaar mixen. En dan ga je als kleur bij elkaar zitten. En dan ga je proberen om zo snel mogelijk de volgorde te maken van de trap. Je mag daarbij niet praten. Er zijn 4 kinderen die gaan observeren. Jullie gaan observeren. Jullie gaan kijken wat gebeurt er. Wat valt je op aan communicatie in de groep? En focus even allemaal op 1 kleur. Voor mijzelf. Nou ja, uurtje. Dat is inmiddels nu al 1/2 uur. Maar goed. Wat wilde ik zeggen? Waarom ik dat deed van die maat is omdat kinderen vaak de trap andersom opschrijven en dan rekenen ze precies de verkeerde kant op. En ze zijn niet gewend om het andersom te horen. Dus als ik zeg 1 liter is hoeveel deciliter, dan zeggen ze 10. Maar als ik zeg hoeveel deciliter is 1 liter, dan error. Dus goed om te herhalen. En nu ga ik de adviesdingen bekijken, afscheuren en klaarleggen. En ik ga kindkenmerken per kind invullen. Woehoe! Voor de middelbare school. Zin in. Dus dat ga ik doen. De kamer nog stofzuigen. Wat is het, een persoonsvorm, een voltooid deelwoord of een bijvoeglijk naamwoord als voltooid deelwoord? Dan is de vraag. Gisteren heb ik de kamer nog gestofzuigd? Is er nog een mogelijkheid? Stofzuigen. Ik ben benieuwd. Ik ga een stokje trekken. Gestofzuigd? Wat denk jij, Eline? Ik denk gestofzogen. Gestofzogen? Joy? Hallo. Stofgezogen? Zeger? Stofzogen? Wordt steeds leuker. Abby? Oh, wat zei je? Sorry? Stofgezogen. Abby? Oké, doe ik er nog 1. Jersey? Oké, luister. Als ik letterlijk stof heb gezogen, dan ben ik letterlijk stof op de grond aan het zuigen. Dus het is niet stof gezogen. Het is echt het meest moeilijke werkwoord. Want ik was dus laatst aan het FaceTime en toen zei iemand, heb je lekker gestofgezogen? Huh? Stofgezogen? Nee, het is... Stofzuigen. Ja. Yes! Dus jongens, niet stof gezogen. Ook niet gestofzoogd. Ook niet gezogen stof. Gezogen. Wat zeiden jullie nog meer? Dat is echt raar. Stofgezogen. Stofzuigen. Wat zeiden ze nog meer? Gestofzogen. Gestofzuigd.
Wat gaan we doen in de mindset lessen? Jullie gaan echt leren om andere taal te gaan gebruiken. Waarom heb ik ervoor gekozen om nu expres nog meer mindset te gaan geven? Minimaal 1 keer per week. Omdat jullie straks een toets gaan maken. We krijgen de IEP, we krijgen de CITO's. We krijgen dat je straks naar de middelbare school gaat. En sommigen hebben echt nog die mindset nodig. Als jij telkens maar in die fix blijft, dan gaan jouw hersenen niet getraind worden, ga je niet leren. En dat moet je wel gaan krijgen met een mindset. Anders wordt het namelijk heel erg lastig, want dingen mogen moeilijk zijn en dingen gaat je niet in 1 keer lukken. Maar is dat erg? Nee. Ben je slim? Knap zeg. Goed gedaan. Wat weet je dan eigenlijk? Ben je dan slim? Oh joh, ik heb een sticker. Ben slim. Ja, en dan? Ga je dan achteroverleunen? Of ga je ermee pronken? Wat is nou zo'n compliment? Dus je gaat kijken, wat is nou het effect als ik tegen iemand zeg, jij bent echt slim. Of als ik een ander soort compliment geef. Het moet effect hebben op iemand. Dat als jij vanmorgen een compliment krijgt, wie dacht van, hey, dit is wel echt een persoonlijk compliment naar mij gericht. Dit is effectieve feedback, want ik weet precies over welk moment het ging of wat ik deed wat zo goed was. Oké, nou, vandaag heb jij hard gewerkt. Maar hoe kan jij nou groeien? Met een compliment kun je dus nog steeds groeien en dat gaan we leren om complimenten te geven. Jij denkt nu van je tafel, wat ik nu zo zie, dat je denkt, hey, dat is een mooi compliment, daar ga ik meer van doen. Het is namelijk, iemand heeft het gezien. Iemand anders heeft het gezien. En het is zo specifiek dat je daar meer van gaat doen. Want als ik zeg, oh, jij hebt lekker gewerkt. Dan denk jij vast waarschijnlijk, wanneer dan? Ja, maar dat is toch normaal? Maar dat is niet altijd normaal. Dus dat ga je leren. Wat wordt er gezegd in deze video? Waarom? Wat doet het meisje? Heb het eens even over met degene in je groepje. You are clever. Oh my god, clever girl. Maar dat is toch knapper zo'n jongen, ja. Ja. Oké. Okay. Let's talk about it. Ik ben gewoon blond. Nee, ja. Er is geen, laat ik even heel erg duidelijk zijn, er is geen goed of fout. Iedereen heeft hier zijn eigen mening en die mag er zijn. Die heb ik ook, die mag er ook zijn. Dat betekent niet dat mijn mening goed is. Ja? Laten we dat even duidelijk hebben. Is het een goed idee om peuters te complimenteren, hè, complimenten te geven, door te zeggen dat ze slim zijn? Dat is de vraag. En waarom denk je dat? Nogmaals, je mag je eigen mening hebben. Het kan zo zijn dat Famke zegt, of wat jij zegt, hè, dat je dat juist heel knap vindt voor de leeftijd. Maar Marwa denkt, ja, maar wat, dat zeg je tegen een peuter. Je mag allebei verschillend denken, maar geef wel je argument. Waarom vind je dat dan? Oké, je motiveert die peuter door te zeggen, you're clever girl. Ja, maar de andere kant zeg je nee. En maar wat zou er dan gebeuren, denken jullie, als die peuter dan eens een keer niet dat doet, waardoor die niet slim wordt genoemd? Oh. Wat zou er dan gebeuren, denken jullie? Dan heeft het eerst zegt, ja, slimme jongen of slimme meid. En als hij dan iets stout doet, en dan zeg je, ja, dat mag niet. Bijvoorbeeld gaat hij meteen huilen van, waarom noem je me nou geen slimme ding? Ja, misschien denkt hij dan, ik ben niet meer slim. Ja. Maar ik hoor ook Famke zeggen, het is een peuter. Zou dat uitmaken? Ja. Of je oud bent? Ja. Ik bedoel, wie vindt het hier leuk om, eigenlijk ben ik nu al een stapje verder, denk ik. Want wat betekent nou eigenlijk het woord slim? Wat is dat? Wat is de definitie van slim? Ik vind wat is slim? Wat is slim? Abby? Je weet veel. Wat is nog meer? En weet je van alles veel? Dus als ik niets over voetbal weet, dan ben ik dom? Of? Nee. Maar wat is dat slim? Als ik veel weet. Maar als ik veel over paarden weet, maar niet weet over het sterrenstelsel, waar lig ik dan? Wat is slim? Wat is de definitie van slim? Ik zie staan, goede cijfers, dan ben je slim. Groei, dan ben je slim. Als je iets hebt bereikt, ben je slim. Als je alles weet, als je iets nieuws kan.
Je kan in alles slim zijn, slim op zijn eigen manier. Want het kan wel fijn zijn om te horen, je bent slim, je bent lief, je bent aardig, je bent knap, je bent zus, je bent zo. Maar het zegt over hoe je bent. Maar niet wat je doet. Snel, door de nullen, niet goed geteld, te snel gemaakt. Zet hij een cirkel omheen, toch? En dan zeg ik, goed gedaan, TJ. Wat heeft hij daaraan? Weet hij dan precies waar ik het over heb? Het kan ook zo zijn dat ik denk, hey, je hebt de maten goed gemaakt. Maar wat voor compliment zou ik dan TJ willen geven nu eigenlijk? Schrijf dat compliment eens op. Fouten probeer te begrijpen, mooi. Goed dat je je fouten ziet. Je hebt het goed omschreven. Hier, niet alleen je hebt het goed gedaan, maar je hebt het goed omschreven. Maar wat heb je goed omschreven? Dat. Ik ben benieuwd. Ik heb al gehoord over als je een 10 haalt en iemand zegt dat tegen jou, wat doet het dan met je? En als je dan geen 10 haalt, wat dan? Wat is slim zijn? Snel, ik ben toch slim. Ah, ik ga beginnen met spelling, want dat vak kan ik goed. En dan ga je... En dan kan je dingen over het hoofd zien. Je bent niet meer gefocust. Je bent eigenlijk afgeleid van je taak. Dat is het gevaar. Ik bedoel je, oh, iedereen zegt tegen jou wat jij een beetje zei, Racer. Van, ja, Patrick, sowieso 10. Ja, dat. Nou, als je dan een 5 of zo haalt, dan denk je gelijk dat je niks kan of zo. Ja, dus wat doet het om tegen iemand te zeggen, Darcy, je haalt sowieso een 10. Wat doet dat dan? Wat kan dat voor effect hebben op iemand? Wat voor effect heeft het op jou? Nou, dan denk ik, dan ben ik eigenlijk meer bezig met de gedachte van ik moet toch goed cijfer halen dan met de toets zelf. Ja, dat is het. Je gaat zo hard die focus op cijfers leggen. Dat als ik je toets straks teruggeef, dat je alleen nog maar kijkt naar het getalletje. Ja. Juf, waar staat mijn cijfer? Ah, oké. Lekker, binnen. 7. Het is ook normaal. Je kijkt eerst naar je cijfer. Maar heb jij het dan bijvoorbeeld beter gedaan dan Racer? Nee. Stel jij krijgt een 10 of een 8 of een 9. En hij krijgt een 6. Maar het maakt jou niet uit. Maar is het zo dan dat Levi slimmer is dan Racer? Nee. Maar waarom is dan in deze maatschappij dat we zo hoog moeten halen van onszelf? Wat is dat dan? Want een 6 voor iemand met dyslexie bijvoorbeeld is ontzettend... Nee, dat is niet gewoon goed. Dat is ontzettend knap. Maar je kan niet hoger halen dan een 10. Ja, maar dan ga je... Dit bedoel ik. 10+. 10+! Hoger! We moeten hoger dan een 10! Nee, maar je zegt het wel! Het komt in je op! Nee, maar je zegt het kan niet hoger dan een 10. Ja, maar dat bedoel ik. Dus ik zeg het kan niet hoger dan een 10. Ik krijg gelijk, kan wel, 10+. Maar dan kan ook 10+. 10+++++. 10 met een sticker, 10 met een krul. Als mijn slimheid mijn successen verklaart, dus omdat ik slim ben, heb ik succes. Ja? Moet mijn gebrek aan slimheid, dus dat ik het niet heb, gebrek, wel de verklaring zijn voor mijn mislukkingen? Dus als het een keer mij niet lukt, dan zeg ik dat komt gewoon door mijn gebrek aan slimheid. Wat? Ja, je lacht. Gebeurt. Dus hoe kan ik mijn zelfbeeld het beste beschermen? Door activiteiten te kiezen die makkelijk succes opleveren. En door moeilijke uitdagingen uit de weg te gaan. Dat is bijvoorbeeld toch ook met rekentoets mag je een opdracht weghalen als je dan juist een moeilijk doet. Dat is met heel je leven, lief schat. Dat is met heel je leven. Dat is niet alleen rekenen, taal. Er zijn gewoon bepaalde kinderen die dat plaatje slim, kinderen, mensen, beesten? Nee, oké, laten we het op mensen houden. Die dat bordje slim willen behouden. Want wat nou als jij wel een moeilijke som gaat doen? Wat nou als jij wel een moeilijk level gaat doen? Wat nou als je wel hoger in topsport komt? Nee? Ik blijf keepen, ik ga niet iets anders doen.
Ik ga ook niet naar een andere club, want als ik in een andere club kom, dan ben ik misschien niet meer zo goed. Nou, als je dan nou op team gaat kijken. Want er kan toch iemand zijn die beter is? Ja, dat kan, maar daar kan je toch wel van leren. Daar kan je van leren. En dat is de instelling. Ja, je hebt iets moeilijk, ja. Maar dat is die fixed mindset. Makkelijk. Als je het weg kan schuiven, dan schuif je het weg. Wie doet dat wel eens? Van oké, als ik iets moeilijk zie, laat ik het zitten. Wees gewoon eerlijk, hè? Ja. En ik vind het fijn dat je eerlijk bent. Daar gaat het om. Je laat het zitten. Of het hangt ervan af. Bij wie hangt het ervan af? Wat het is. Oké, andere som. Dus je gaat wel verder, maar je skipt hem wel. Oké. Wie zegt, ja, dat heb ik ook, dat gevoel. Kijk, je bent niet de enige. Oké, dus jullie slaan hem over. Kom je er dan wel op terug? Ja. Wie zegt, nee, vergeet het. Of nou, ik kijk lekker na en dan als je het niet ziet. Soms. Oké, soms. Wie zegt, ik probeer het wel. Ja. Ik probeer het wel, maar dan echt proberen, hè. Lezen, de som lezen. Oké, maar waar stopt het punt? Bijna elke leerkracht doet het automatisch. Van wie begrijpt het nog niet? Heeft iemand een vraag? Heeft iemand een vraag? 9 van de 10 keer geen vraag, want ik zie dat niemand een vraag heeft, dus iedereen begrijpt het. Dus als ik nu opsteek, ben ik dom. Oké? Dat is 1 gedachte. Maar als de eerste schaap over de dam is, dan vliegen al die schapen over die dam heen. Want wat gebeurde er net toen ik zei, wie heeft dat wel eens? Toen gingen een paar zo en toen zei ik, wees gewoon eens eerlijk. En toen ging er opeens. En toen zag ik nog daarna nog een derde fase. Want nog meer vingers gingen omhoog. Omdat ja, er zijn zoveel kinderen eerlijk. Dan voel ik me niet. Snap je? Dan voel je je minder dom. Maar stel nou dat jij de enige bent die het niet snapt. Denk je dan dat er iets mis met jou is? Nee. Wie heeft dat gevoel wel eens? Dat ik denk van ja, ik ben soms echt wel de enige. Dan denk ik echt. Ja, jullie zijn niet alleen. Jullie zijn niet alleen. Ja, maar weet je wat het met mij deed? Ik dacht, dikke... Die? De? Ik laat je zien. Maar het kan ook de andere kant op gaan. En die andere kant is... Ik kan inderdaad niks. Waarom zou ik het doen? Waarom zou ik nog aardrijkskunde gaan leren? Ik kan het inderdaad niet. Wat ben jij slim? Maar ben jij slim? Gefeliciteerd. Je hebt een slim aardcertificaat. Alsjeblieft, slim. Neem je mee naar huis. Laat het ondertekenen door de directie. Dan is het vast veel waard. En je zoekt iemand die een beetje hetzelfde aan heeft. En als je dan voor diegene staat. Iets wat je samen gemeen hebt. Geef je elkaar een compliment. Ga je gang. Dit is dus wel awkward om een compliment te geven, zomaar, out of the blue. Dat gaan ze nu ervaren. Heel ongemakkelijk en je voelt je ook dat je denkt, hoezo kun je niks verzinnen over mij? Ik doe toch wel iets goeds? Oh wacht, ik heb geen ik ben slim certificaat. Dat is het. Okay. Aangezien ik mijn eigen zonnebril ben vergeten, dan maar dit. Ik kan er niks anders van maken, maar dan heb ik tenminste wat op mijn hoofd. Oh, is het scheef. Zonnetje wel hoor. Wow. Mooi hè? Nu is het tijd voor een TikTok. Waar kijken vloggers eigenlijk naar? Naar dat beeldscherm of zo? Waar jij naar moet kijken is hierin. Maar dat is creepy. Jij kijkt hiernaar, maar dan kijk je niet naar de... Dat doe je ook altijd bij foto's. Ik kijk nooit naar. Klopt, ik ook niet. Maar wat wordt de achtergrond? Waar moet ik hem neerzetten? Hier. Oké, let's go. TikTok. Nou, is toch wel interessant zo'n mindset les. En eigenlijk moesten ze nog een werkblad maken met zeg niet maar. Dus wat ben je slim, maar dat vonden ze best moeilijk. Dus daar gaan we volgende keer op verder. En dan moeten ze zeggen bijvoorbeeld mooi resultaat, maar wat ging er dan precies goed?
En als ze dat werkblad hebben gedaan, dan gaan ze zeg maar een rollenspel doen. En dan gaan ze dus 2 complimenten geven. Een compliment als in hoe iemand is en een compliment over hoe iemand doet. Heb jij iets gehoord over een groepsplan? Nee. Dat moest 1 februari af. Ja, echt? Nee, alles. Groepsplan. Sorry, Sylvia. Kijk toch niet. Nee, maar ik krijg net Pascal en die zegt... Ja, net lekker mijn groepsplan. Ja, die moest eigenlijk half februari af zijn. Groepsplan? Wat staat er dan? Map? Mijn, heb jij inhoud? Nee. Maar wat moet er in de map dan? Van wie moet dat? Ja, dat staat in de... Wat staat er nog meer in? Oké, ik sluit af. En het is natuurlijk 1 maart. Dus ik zou zeggen, trap af met een compliment. Mag ook een zelfcompliment zijn. Of een compliment waarin je iemand benoemt. Of misschien een compliment die jij hebt gekregen. Of misschien een compliment dat jij hebt gegeven. Wat voor compliment geef jij? En welke ontvang jij? Wat jij al goed heeft gedaan. Ik ben benieuwd. En voor nu zeg ik, het is veel te mooi weer om binnen te zitten en te werken. Dus I'm going out. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.